Ja, Paulini die daar een beetje aan het kwakken is tussen de mannen van Orca Greenwich. Oh, valpartij, ja, het was te denken, hè. Het was te denken dat het ging gebeuren. Oeh. En iedereen erover. En het niet, is nog niet binnen de 3 kilometer. Het is niet hè? Binnen de 3 kilometer. Er en wordt geroepen. Contador, die zat achterin. Hier zit Gilbert. Er wordt geroepen hier door de mannen van Contador. Contador staat erbij. Ja, 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 ja. Hier is paniek. Net buiten de 3 kilometer zone. Ja, Bert de Bakker, de man van Giant Alpecin, die hier aan het rijden hier is met de laatste 3 kilometer. Goh, net erbuiten zeg. Net erbuiten. En waar zit de rest, hè? Even goed kijken. Daar aan de linkerkant gebeurt de valpartij. Mannetje van Lotto. Lotto die raakt van de kant af en de mannen van South East gaat eroverheen en daardoor Track. Vallen veel mannen. En Van den Broek die is er net voorbij en Contador die is ligt. Gevallen. Die ligt tegen de grond. Die ligt tegen de grond, maar direct recht hè. Geen erg. Ja, maar ik weet niet, hij liet zijn fiets liggen en ik denk dat hij dan een andere fiets ging pakken. Gevallen. Dat was de man van Track die viel. Is het Port die daar staat toch? Ik denk het wel. Weer een paniek daar binnen de mannen oh, van Sky. Nee, toch. Nee, dit gaat toch weer geen waar zijn hè. We zagen daar iemand van Sky staan en het leek me Poort te zijn. Hovland die zit daar wel mooi voorin. Zo zie je maar toch weer, hè. Een vlakke rit, maar kijk eens. Ja, normaal bleven de mannen van Tinkoff Saxo, jouw... De mannen van Tinkoff Saxo bleven normaal gesproken vaak op kop tot in de laatste 3 kilometer.